welkom weer op de Boost Your Business Stage. Zo net al een hele mooie presentatie gehad van Aline over hoe kom je vitaal de dag door. En ik heb vandaag ook weer een nieuwe spreker bij mij. Zijn naam is Robert Hoekstra. Hij is founder van het bedrijf Brandmerk. Hij is vooral gedreven door zijn passie voor online marketing en helpt opdrachtgevers hun verhaal te vertalen naar een effectievere online marketingstrategie. Ja. En de combinatie van Google en social maakt heel veel mogelijk. En dit is wat jou in actie zet. Ja, klopt helemaal. Tof. En ik ga jou en iedereen thuis ook meenemen in mijn verhaal. Dus ja, het zegt het al, irritant of interessant. Advertenties die je blijven achtervolgen. Ik denk voor jou ook wel herkenbaar dat je bepaalde advertenties hebt die je gewoon continu blijven achtervolgen. Ja, waar je niet om hebt gevraagd. Nee, inderdaad. Dus dat je denkt, ga weg. En daar ga ik vertellen, wat zit er eigenlijk achter? En dat ga ik aan jou uitleggen, maar ook aan het publiek. Mm. En dan wil ik eigenlijk beginnen met een verhaal. Dat was ongeveer 8 jaar geleden. Samen met mijn broertje Erwin hadden wij een internetbureau opgericht, one2click.com. En wij deden eigenlijk alles wat met internet te maken had. 8 jaar geleden was het een heel andere tijd dan nu. En wij deden websites bouwen, wij deden advertenties maken. Dus voor Facebook had je toen al 8 jaar geleden. Instagram was er nog niet. Maar we deden ook logo's maken en alles wat erbij komt kijken. En wij hadden een aantal klanten en dat werden er steeds wat meer. En we dachten, oké, we hebben een bedrijf, we zijn een internetbureau. We deden eigenlijk alles zonder kosten, dus we gaven nog niks uit, alleen onszelf en onze tijd. En we dachten, het wordt nu tijd om ook geld te gaan uitgeven. Wij gaan adverteren. Nou, dat wilden we natuurlijk niet met te veel geld doen, want het was allemaal ons eigen geld. Ja. En we zijn toen gestart met retargeting. Dus eigenlijk mensen die op onze website geweest waren, konden wij opnieuw een advertentie laten zien. Zo konden wij mensen achtervolgen met advertenties. We dachten, dat is een goed idee. Nou, wat doen we dan? Je ziet hier ook mijn hoofd, maar wat hebben we toegedaan? Mijn hoofd, dat van mijn broertje, hebben we foto's laten maken. Dus we gaan iedereen achtervolgen met onze advertenties. Dat ze weten dat we er zijn. En dat hebben we gedaan. Dus we hebben die campagne opgezet. En 2 dagen later, ik moet voetbal trainen en ik kom op de club aan. Iedereen begint erover. Dus je zegt, ik zie je hoofd overal. En ook de hoofd van Erwin, ik zie het overal. Nou, oké, dus het werkt. Dus mensen zien ons. Je wordt herkend. We werden herkend. Ja. En het was superleuk. En 2 dagen later, we hadden een wedstrijd. Het was zaterdag. Diezelfde mensen, die werden helemaal gek. Want we werden gewoon echt tientallen keren per dag, zeiden ze, zie ik je hoofd. En ik word er helemaal gek van. Mm. Dus het was nog, waren ze echt boos of niet? Ik weet het niet. Mm. Wij zeiden, slechte reclame is ook reclame. Dus we meteen een antwoord geven. Dus wij toch wel even naar die campagne gekeken. Hey, hoe zit dat nou? Dus we hadden hem op onbeperkt. Dus we hadden een bepaald budget. En dan wordt hij gewoon zo vaak mogelijk aan iedereen gedeeld. Nou, dat was nu ook het geval. Dus dat hebben we maar wel aangepast. Zodat niet iedereen de hele tijd ons hoofd ziet. Mm. Maar dat is wel wat retargeting is. Dus advertenties die mensen achtervolgen. Is dat interessant of irritant? Ik heb al kort uitgelegd wat het dan eigenlijk is. Mm-hmm. Vandaag wil ik daar wat uitleg over geven hoe dat werkt. Dus dat je weet wat erachter zit. Mm. Aantal voorbeelden, inspiratie en ook hoe je het niet moet doen. En daarnaast tijd voor actie. Retargeting, een voorbeeld vanuit mijn eigen praktijk. We zijn een bedrijf aan het bouwen. Online marketingbureau Brandmerk. Daar zijn we heel trots op. We zijn aan het groeien. We zijn nu met 18 mensen ongeveer. En ik heb geen auto. Je hebt dus geen auto. Ik heb geen auto. Ik kom altijd op de fiets op kantoor. Mijn vrouw heeft wel een auto. En ook van het werk hebben we mooie busjes waarin we mee rond kunnen rijden. Maar toch af en toe dat ego, een mooie auto is voor mannen vaak wel belangrijk. Mm. Dus ik zit regelmatig even te kijken naar mooie auto's. Dus oké, misschien moet ik toch wel een auto. Want we zijn aan het groeien. Dus het is toch ook dat ego wat er komt om de hoek komt kijken. Dus ik ben aan het kijken naar auto's en ik zat in de auto, wel niet mijn eigen auto, maar die van mijn vrouw. Kwam Jaguar, die heeft een bepaalde reclame over de iPace, dat is elektrisch. Dus als man zijn word je daar wel door aangetrokken. Word je getriggerd. Ja, ik dacht, dat moet ik hebben. Dat was ook iets met spannend, dus het ging helemaal niet over de auto, maar meer over het gevoel wat ze gaven. Dus ik daarna thuis meteen naar Jaguar.nl is dat denk ik. Kijken wat voor mooie auto's ze allemaal hebben. Zag er goed uit, maar ik was natuurlijk nog niet overtuigd, want ik ben al wat langer aan het kijken. Mm.
En daarna, nou, de volgende dag, ik was lekker op Instagram, wat aan het scrollen, wat in de stories aan het kijken. Natuurlijk krijg ik Jaguar met hele mooie reclames, dus mooi beeld hadden ze in de stories. Supergoed gedaan. Ik was nog steeds niet overtuigd, maar ze hebben wel aardig te pakken. En ik was op het nieuws aan het kijken, dus ik denk op telegraaf.nl, op nu.nl. Daar hebben ze dus Jaguar weer met een aanbod dat je kan berekenen wat eigenlijk de kosten zijn van als je die Jaguar aan gaat schaffen. Nou, ik denk, ik ben toch wel benieuwd, wat kost dat dan? Dus ik wil klikken op die advertentie en ik kon een hele berekening maken van ja, hoe dat er dan uitziet. En dat is eigenlijk retargeting. Het dus blijft je achtervolgen. Het blijft je achtervolgen. En zij waren dus ook relevant, want ze hebben mij uitgenodigd om ook te klikken. Dus ik word wel enthousiast. Ik weet niet of het een Jaguar gaat worden. Ik heb wel een Jaguar bril, dus misschien is dat het ook. Ik wist niet dat die er waren, maar ik heb hem wel. En dat is eigenlijk wat het is. Dus het blijft je achtervolgen. En voor het bedrijf, ze kunnen dat heel goed inzetten. Want ze weten, ik heb die website bekeken. En die heeft er waarschijnlijk wel interesse in. En hoe ziet dat er dan uit? Dus ik heb het al verteld, retargeting. Dat is dus eigenlijk dat je advertenties kan laten zien aan een bepaalde doelgroep. Dus normaal heet het targeten. Dus dat je gericht je doelgroep benadert. Dus bijvoorbeeld mensen die een voorkeur hebben voor mooie auto's of voor voetbal. Maar ook bepaalde leeftijd, waar wonen ze? Dus dat kan je heel gericht aangeven. Ik wil alleen die doelgroep, die wil ik bereiken. En we hebben daarin heel veel mogelijkheden om mensen te targeten. En retargeting is dus opnieuw targeten. Dus ze hebben je website al gezien. Dus je hebt ze al een keer bereikt. Dan kan je ze weer wat laten zien. En bijvoorbeeld, nou, de afbeelding achter mij. Zie je dat dat is op social media. Dus dan kun je advertenties laten zien op social media. Dat is niet alleen social media, dus daar heb je ook bepaalde targeting in. Dan heb je ook op de browser, dus als je op internet aan het scrollen bent, kun je ook bepaalde advertenties laten zien. Nou, dat is dan van Google Partners. Dus Google heeft een partnerschap met heel veel partijen, zoals nu.nl en telegraaf.nl. En dan kun je op die websites advertenties laten zien door dat opnieuw te laten zien. En dat niet alleen. Je hebt ook YouTube. Veel mensen zitten op YouTube van alles te bekijken. Zeker nu, omdat iedereen thuis is. Overdag is er niet veel op tv. Dus dan ga je denk ik maar wat YouTube kijken. Daar kun je ook advertenties laten zien. Dus je kunt het koppelen aan een bepaald programma dat je daar getoond wordt. En ook weer heel gericht die retargeting. Dus opnieuw bereiken van je doelgroep. Dat is eigenlijk retargeting in een notendop. Dan de vraag, hoe werkt dat? Hoe werkt dat? Dus je begint met websitebezoekers. Dus eerst mensen komen op een bepaalde manier op je website. Dat kan zijn omdat ze je in Google hebben gevonden, dat je ze een nieuwsbrief hebt gestuurd, maar dat ze op je website terechtkomen. En dat is stap 1. Dus je hebt ze al, ze hebben je een keer bekeken, ze kennen je al. En dan wordt er iets gedaan. Nou, 8 jaar geleden, zei ik al, waren wij begonnen. Toen had je cookies en AVG, daar had nog nooit iemand van gehoord. Dus toen kon alles. Nu heb je daar gelukkig hele goede wetgeving voor. Maar nog steeds is het zo dat je op je website, nou, ik heb het hier, dus je ziet code. Dus je kan, Google heeft bepaalde code die je op je website zet. En door die code weet Google, jij bent op de website geweest. Dus ze weten, nou, misschien ook wel je naam. Ik denk dat ze alles al weten. Maar ze weten dus hoe lang je op die website bent. Welke pagina's je hebt bekeken. Maar ook, wat doe je daarna? Welke pagina's bekijk je nog meer? Waar Google je op? Dus ze weten dan alles. Door dat stukje code, want ze plaatsen dan iets. Ja, dat wordt misschien niet te technisch, maar op je website, waardoor ze dat allemaal kunnen volgen. En Facebook heeft bijvoorbeeld hetzelfde. Dat heet dan de pixel. De pixel die weet, oké, jij bent op de website geweest. Hij heeft dat allemaal gedaan. Dus daarom kunnen we retargeting doen. Dat al die informatie, Google, Facebook geeft het allemaal. Ja. Het klinkt alsof het in deze tijd juist geweldig tijd is voor bedrijven om hier gebruik van te maken. Want heel veel mensen zitten thuis, kan ik me voorstellen. Ja, dit is echt de tijd. Want je ziet ook heel veel mensen, er wordt heel veel verkocht. Dus niet met vakanties en al die dingen, maar andere dingen wordt heel veel verkocht. Dus dat is absoluut, dit is een goede tijd. En of het ethisch altijd goed is, weet ik niet. Dus als je er de juiste dingen mee doet, wel. Maar er zijn bijvoorbeeld ook op Netflix, heb je wel meerdere series ook die erover gaan. Dus The Great Hack voor de mensen thuis is een hele mooie om te zien wat je met al die data kunt. En daarom, de wetgeving is heel belangrijk en heel goed dat dat er is. Maar het geeft nog steeds ruimte om mensen wel iets te laten zien. En het vervolg is ook als je die cookies hebt geplaatst. Nou, ik heb dan mooie advertenties laten zien. Maar dan kun je ze laten zien waar je, wat je maar wil, kun je ze laten zien waar je dat wil. Dus je hebt dan alle mogelijkheden.
Dus dat is de techniek. Dus je moet dat wel kunnen doen. Hmm. Dus door het advertentieprogramma van Google bijvoorbeeld. Of het advertentieprogramma van LinkedIn, Pinterest, Instagram. Hmm. Kun je ze alles laten zien wat je wil. Ja. Heb ik een aantal voorbeelden. Ook weer uit mijn eigen praktijk. Ik lees veel boeken. Zit op bol.com. Ben ik aan het scrollen naar mooie boeken. Er is een boek over de Navy SEALs. Over hoe zij dat aanpakken. Nou, volgens mij is dat een van de schrijvers. Die heeft nog een boek geschreven. Nou, die had ik ook bekeken. En ik was op nu.nl. Dus ik had het boek al bekeken. Nou, ik weet inmiddels bol.com. Als zij dat rood hebben, dan is er aanbieding. Dus als zij de prijs in het rood hebben. Dus ik had dat boek bekeken. En krijg daarna in één keer dat boek te zien. Dus heel relevant voor mij. Ik had hem nog niet besteld. Ik heb al zoveel boeken. Maar dit misschien. Ik begon al te twijfelen. Dus ik weet nu weer. Oh ja, dat is dat boek. Daarnaast, ik draag wel eens een overhemd. En ik ben dan lid van de Suitable nieuwsbrief. Dus nou, die hebben allemaal mooie kleding. Versturen één keer in de zoveel tijd een nieuwsbrief. En zij hadden mooie kortingen. Dus dat zie je ook hier op de afbeelding. Zij laten daarna, dat ik weer op nu.nl zat, laten ze de korting zien. Dus van de overhemden die ik heb bekeken, krijg ik dan weer te zien. Dus het is weer een trigger. Hey, dit is, we hebben nog steeds die korting, dus die kan je nog steeds afnemen. En, vraag van het publiek. Ja. Iemand stelde terecht, hoe werkt retargeting precies? Is dat er een mooi voorbeeld van? Ja, dus dat is absoluut een mooi voorbeeld. Dus ik heb op bol.com dat boek heb ik bekeken. En daarna, dus ik heb het boek bekeken, daarna krijg ik exact dat boek ook weer te zien. Juist. Dus dat is retargeting. Bol.com weet, ik heb dat bekeken, kunnen het eraan nog een keer laten zien. Het opnieuw laten zien van iets wat je eerder hebt bekeken. Inderdaad. Ergens op het internet. Ja. En dat is door die cookies, dus ze weten dat jij dat hebt bekeken, of in dit geval dat ik dat heb bekeken, dat is inderdaad retargeting. Ja, goede vraag. En nou, hier hebben we de Jaguar. Dus dit is de All Electric iPack. Nou, daar was ik wel getriggerd door. Nou, die krijg ik op, wat is het, Financieel Dagblad. We hadden de FD Gazelle, zijn we voor, nou, die hebben we gewonnen. Dus nou, daarom kijk ik nu ook op het fd.nl, daar kreeg ik hem. Ik weet niet of ik nog één heb, ja. Dat is, we zijn heel erg bezig. We zijn aan het groeien als bedrijf. We zijn nu met 18, maar dat gaat er nog meer worden. We zijn aan het kijken naar HR-software. En ik had Staffbase had ik bekeken. En wat zij doen, dus dat is niet een product, maar eigenlijk een dienst die je afneemt bij hun. Zij hebben dat ze een LinkedIn, dus een live conversation. Dus dat ze vandaag, dus ik kan er niet bij zijn. Maar zij hebben voor potentiële klanten laten ze dan een LinkedIn live conversation met iemand die dat al afneemt. Op die manier proberen ze mij te triggeren om dat af te gaan nemen. Om hetzelfde product af te nemen. En dus het is niet meteen om te verkopen. Dit is heel erg informeren. Dus het is niet alleen dat het met die andere dingen is met producten. Maar het kan dus ook met een bepaalde dienst. Ja. En dat zijn mooie voorbeelden. Je hebt ook wel dat het heel verkeerd uitpakt. Die heb ik niet qua afbeeldingen erbij. Maar er is een voorbeeld dat op internet wel bekend is. Er was, ik weet niet wanneer dat was, maar bij de kust van Italië, dat een cruiseschip dat die daar aan het zinken was. En op YouTube, dus dat is al een aantal jaar geleden. Ja, kan me herinneren. Toen was er een cruisemaatschappij die adverteerde. Dus dat was op een YouTube video met 75% korting op de volgende cruisevakantie. Dus je zag een zinkend cruiseschip en zij gaven korting op cruisevakanties. Dat is niet het beste manier, denk ik. En een andere die ook wel op internet te vinden is. Ja, dat ging over op nu.nl dat iemand was opgepakt voor kinderporno. En Nikon was daar onderaan het adverteren met een Nikon camera dat je van je kinderen hele mooie foto's kon maken. Ja, dat is. Dus dan gaat het net even mis. Dus het is heel belangrijk dat je het wel op de juiste manier doet en op de juiste websites. En dat kijk waar targeting ook allemaal aanzet, dat je dat op de juiste manier doet. Ja, ja. En ik krijg hier een vraag binnen van Jan Willem. Ja. Hij zegt het volgende. Jan Willem is sinds kort bezig met bounce management. Ja. En in hoeverre is dit hetzelfde met retargeting? En bounce management is dat, dus dat mensen weggaan en niks doen. Ik denk dat hij dat bedoelt. Dus dat heeft dan wel heel veel mee te maken. Want inderdaad met retargeting, de meeste mensen, dus wel een goede aanvulling. Na de eerste keer dat ze op de website zijn, doen ze vaak nog niks. Ze hebben meerdere keren nodig voordat ze ook actie ondernemen. Dus dit is wel een goed voorbeeld. Dus je doet niet meteen iets met iemand die weggaat. Op dat moment heb je er nog niks aan gedaan. Maar daarna kan je ze wel weer terughalen via retargeting. Oké. Ja, dus dat is een goed voorbeeld daarvan.
Nou, voor Jan Willem, ik hoop dat de vraag is beantwoord. En hij reageert weggaan en tweede pagina krijgen die passend is. En ja. een tweede pagina ja. krijgen die passend is. Ja, dus dit is een goede manier. Dus je lost niet meteen de bounce op, maar daarna haal je ze wel weer terug. Oké. Okay. Ja. Nou. Dus dit heeft er zeker invloed op. Nou. Ja. Klinkt als een goed voorbeeld. Inderdaad, ja. Hebben we wat inspiratie? Dit is een voorbeeld van een webshop die verkoopt truien in dit geval. Dat is een klant van ons en die heeft een webshop. En mensen zijn op de webshop geweest en hebben niks gekocht. Mm. Dus dat is belangrijk. Ook nog niks in het winkelwagentje gedaan. Dus dat kan je door die cookies, weten we alles. Ja. En daar laten ze deze advertentie aan zien. Dus 15% korting als je nu bestelt. En dit is een hele succesvolle campagne geweest. Dus bij deze, tot nu toe, hebben we denk ik ongeveer €500 uitgegeven. Maar qua omzet hebben ze al meer dan €4000 omzet uit deze campagne gehaald. Dus dat is super mooi. Als ze niks hadden gehaald, hadden ze het niet. En nu hebben ze toch €4000 extra omzet. Dat klinkt goed. Ja, dus dat is een mooi voorbeeld van een succesvolle. Nou, dit is mijn hoofd. Als mensen op onze website geweest zijn, dus wij hebben een dienst. Dus niet een product wat we in één keer kunnen verkopen. Dus wij willen vooral mensen informeren en inspireren. Wij laten video's zien, dus waarin wij aangeven dat we ze opnieuw getarget hebben. Hey, je bent op onze website geweest. Wij kunnen je opnieuw targeten. Dat kunnen we ook voor jou doen. Dus dat leggen we deze manier uit. Ik denk dat wij hier voor deze ongeveer €100 hebben uitgegeven, maar 15.000 mensen hebben bereikt. Dus voor €100 bereik je heel veel mensen. Ja. En die kunnen we steeds nieuwe dingen laten zien. En er komt nog een vraag binnen. Ja. Mag ik onderbreken? Ja, natuurlijk. Ja. Van Justin. Is retargeting niet steeds minder relevant, aangezien adblockers en dergelijke tools steeds meer gebruikt worden? Dat is nog steeds heel relevant, want lang niet iedereen gebruikt adblockers. Dus dat is wel een steeds grotere groep die die wel gebruikt. Hmm. Maar de overgrote deel gebruikt het nog niet. Dus de grootste gedeelte van de mens gebruikt geen adblockers? Nee, klopt. Dus het, is wel, dus het heeft dan minder impact, maar je bereikt nog steeds heel veel mensen. Want lang niet iedereen is zich bewust van alles wat er is. Dus misschien de doelgroep die wij zijn, die weten steeds meer van. Hmm. Maar bijvoorbeeld 40PLUS, die is eigenlijk nog niet bezig bijvoorbeeld met adblockers. Dus de doelgroep is nog zo groot, het blijft relevant. Ja. Dus ja. Het klinkt alsof de doelgroep ook bepalend is voor hoe je retargeting gebruikt. Ja, absoluut. Inderdaad, de jeugd gaat er anders mee om dan iemand die iets ouder is. Dus inderdaad, dat is een goede aanvulling. Hmm. En we hadden bijvoorbeeld toen de restaurants nog open waren voor een restaurant. Mensen hadden de website al bekeken en hadden misschien niet gereserveerd. Mensen kunnen ook vaker naar een restaurant. Die lieten wij op Facebook een advertentie zien van hey, je kan onbeperkt tapas eten bij ons. Wat doe je vanavond? En op deze manier schaven we ongeveer €50 uit per maand. Maar ze hadden minimaal 5 extra reserveringen. Dus dat is prima. Dus voor €50 5 extra reserveringen. Dus je bereikt heel veel mensen en ze reserveren ook nog. Ja, het klinkt als een goede investering. Ja, dus mooie voorbeelden daarvan. En dat is eigenlijk mijn verhaal. Dus alleen nog, we willen mensen ook helpen met retargeting. Zoals wij 8 jaar geleden daarmee in aanmerking kwamen, willen we anderen dat ook laten ervaren, wat de voordelen daarvan zijn. Dus vandaag, dus deze week, hebben wij een actie dat mensen via ons dat kunnen laten opzetten voor een kanaal. Dat is eenmalig €250. Dus dan kun je bij de stand. Dus we hebben geen standnummer, begreep ik. Dus, maar we zijn online. Brandmerk zijn we te vinden. Mm-hmm. Normaal is dat €800 of meer. Maar nu we willen het laagdrempelig maken, gaan we je alles uitleggen ook hoe het werkt. Zodat je er ook zelf mee aan de slag kunt. Dat is dus een full service pakket krijgen mensen aangereikt. Ja, absoluut. Klinkt schitterend. Ja. Ik weet niet of er nog vragen zijn vanuit het publiek, want dat is eigenlijk Ja, er komt een vraag van Margot. Ik heb een IT-detacheringbedrijf. Ja. Kan ik retargeting ook gebruiken voor het werven van personeel? Ja, absoluut. Dus retargeting is wel dat mensen al wel de website hebben bekeken. Maar omdat zij voor het werven van personeel, dus als ze nieuwe vacatures heeft, kan ze dat via de retargeting aan mensen die haar website al hebben bekeken, kan zij ook die vacatures weer laten zien. Bijvoorbeeld een nieuwe vacature die ze dan onder de aandacht brengt bij de mensen die haar wel al kennen. Oké. Okay. Nou, klinkt en er zijn wel andere manieren. Dus je kan ook gewoon mensen targeten. Mm. Dus dan je hoeft niet dat ze niet je website hebben bekeken, maar je kan eigenlijk iedereen bereiken die je wil. Juist. Nou, en waar kunnen mensen jou vinden? We staan sowieso met de stand. Ja, ik ben er straks zelf niet, maar mijn collega's wel. En zelf op brandmerk.nl. Brandmerk.nl. Ja.
En als ze gebruik willen maken van de actie, ook robert@brandmerk.nl, hebben ze direct contact met mij. Mm-hmm. Dan kunnen ze mij, op die manier kunnen ze mij bereiken. Tof. Nou, robert@brandmerk.nl. Ja. Nou, kom je direct in contact met de expert op dit gebied. En dan, zijn er nog vragen van het publiek? Nee, Margot is tevreden met je vraag. Nou, thanks. Mooi. Top. Nou, bedankt. Zijn we bijna door de tijd. Dus wil ik jou hartelijk bedanken, Robert, voor je... Graag gedaan. Ja, voor je inspiratie en kennis dat je met ons wil delen. En voor de kijkers thuis, bedankt voor jullie aanwezigheid en voor het delen op deze promotiedagen. Ja, cool. Thanks.